Welkom bij deze video tutorial van mijn voedingscentrum.nl. Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Gerard Sombroek. Ik ben personal trainer en voedingscoach bij Fitbewust Personal Coaching. En ik heb deze video gemaakt voor cliënten van mij, mensen die bij mij cursussen volgen, omtrent gezonder leven, gezonder eten. En een hele handige tool om dat te doen is de tool van het voedingscentrum, namelijk Mijn Eetmeter. Daar gaan we zo meteen naartoe. Voordat we eraan beginnen, laat ik je eerst eventjes mijn website zien. Die zie je nu in het scherm. Fitbewust Personal Coaching, www.fitbewust.nl. Mocht je naar aanleiding van deze tutorial vragen hebben, dan kan je ze stellen door naar de website te gaan en mij een berichtje te sturen via deze pagina, de contactpagina. Of door me een berichtje te sturen via mijn telefoon. Dat kan ook. Goed, deze tutorial bestaat uit drie delen. En in het eerste deel ga ik even de basis pakken van het voedingscentrum. Nou, ten eerste gaan we naar mijn voedingscentrum. Dat doen we heel simpel, dat is namelijk mijnvoedingscentrum.nl. Je ziet al dat die ingetikt is. En hier kan je kiezen of je wil inloggen of wil registreren. Nou, als je nog geen account hebt, dan moet je nog eventjes inloggen. Als je nog geen account hebt, dan moet je nog even registreren, bedoel ik. En heb je al een account, dan kan je door naar het inloggen. Goed, nou alles staat al ingevuld, dus ik doe inloggen. Goed, je ziet hier het basisscherm van mijn voedingscentrum. Ik wil even benadrukken dat ik alleen maar mijn etenmeter gebruik van het voedingscentrum. Dat is ook het enige wat ik in deze tutorial behandel. Ik ben het niet 100% eens met alle adviezen die het voedingscentrum geeft. En daarom gebruik ik ook alleen maar mijn eetmeter, omdat ik dat gewoon een heel handige tool vind. Wil je er zelf voor kiezen om dat wel allemaal te volgen, dan moet je dat gewoon voor jezelf bepalen. Dat is geen probleem. Goed, we gaan naar mijn dagboek. Zoals je ziet, mijn dagboek is een... we komen gelijk op de dag van vandaag, 20 oktober. En ik kan hier invullen wat ik allemaal heb gegeten. Nou, ik ga mijn ontbijt invullen. Ik heb ontbeten met magere kwark. Dat pakt hij op deze manier niet, maar wel op deze manier. Als ik zeg kwark, dan zie je dat het voedingscentrum alles invult. Nou, ik kies magere kwark. Ik kan hier kiezen hoeveel ik heb gegeten. Ik kan kiezen voor een eetlepel, 20 gram, of een schaaltje, 150 gram. Maar ik heb zelf een hoeveelheid genomen, namelijk 300 gram. Dat voeg ik toe. Ik heb er ook wat kaneel bij gedaan. En hier kan ik ook weer eenheden kiezen. Nou, laten we zeggen dat ik er pak een beetje 3 gram kaneel in heb gedaan voor de smaak. En zoals je ziet, aan de rechterkant, aan de rechterkant zie je de calorieën vermeld. Hier heb je een tabelletje waar nu mijn pijltje is. En hier kan je precies ook zien hoeveel calorieën ik heb genomen. Nou, ik vul ook nog even mijn lunch in. Mijn lunch, dat waren... 2 boterhammen. Boterham volkoren, hier staat hij. Ik kan hier een snee kiezen. En ik heb er 2 genomen. Ik heb ze beide voorzien van roomboter. Ongezouten. Per snee. 2. En ik heb erop gedaan pindakaas. Ook voor 1 snee. Goed, zoals je ziet, zie je aan de rechterkant van het scherm dat ontbijt en lunch nu netjes in overzicht bij elkaar gezet is. En je ziet daar ook het totaal aantal calorieën staan van deze dag dat ik heb tot mij genomen. Wat een gezonde levensstijl betreft en wat afvallen betreft, kan ik je over calorieën het volgende vertellen. Calorieën, dat is eigenlijk puur de energie die je tot je neemt. Nou, alle voeding die je eet en alle drank die je neemt, bevat calorieën. Calorie is niks meer dan een aanduiding van energie. Als je kijkt naar de energiebalans, dan is het heel simpel. Namelijk, neem je meer energie tot je dan dat je verbrandt, dan kom je aan. En verbrand je meer energie dan dat je tot je neemt, dan val je af. Dit is één van de regels die geldt bij afvallen. Maar het is niet zo simpel als alleen maar dat. Want stel je voor dat ik een tekort creëer. En stel je voor, ik heb per dag om te functioneren 2200 calorieën nodig. En ik ga een tekort creëren omdat ik wil afvallen. En ik neem maar 1800 calorieën per dag. En ik neem die 800 calorieën alleen maar in de vorm van suikerklontjes. Nou, dan denk dat je wel op je vingers kan natellen dat dat niet gezond is. En dat ik daar waarschijnlijk ook niet van ga afvallen. En waarom niet? Omdat ik te eenzijdig aan het eten ben. En
te veel, in dat geval te veel suikers, te veel koolhydraten tot mij neem. Dus ook belangrijk is een goede verdeling van je macronutriënten, oftewel van je eiwitten, je koolhydraten en je vetten. Dat kan je in de mijn eetmeter ook heel handig zien, namelijk je kan ook vet selecteren. En je ziet nu wat ik deze dag al aan vet naar binnen heb. Je kan ook zelf zeggen, nou, wat is het verzadigde vet? Je kan je eiwitten bekijken en je koolhydraten. En dat zie je ook netjes per onderdeel hier weergegeven. Nou, de reden dat ik voor mijn eetmeter kies van het voedingscentrum is heel simpel. Dit is gericht op de Nederlandse markt. En daardoor zijn de producten die hierin staan, en het voedingscentrum heeft een hele uitgebreide database van producten, die zijn allemaal gericht op de Nederlandse markt en komen dus het meest overeen met de werkelijkheid. Dus dat is de reden dat ik voor mijn eetmeter kies. Maar er zijn ook andere apps die ongeveer hetzelfde doen. Denk aan MyFitnessPal of de Food App. Die kunnen dit ook. Maar goed, in deze tutorial beperk ik mij tot mijn eetmeter. Goed, dit is het einde van de eerste deel van de tutorial. In het volgende deel ga ik je laten zien hoe je zelf producten aan de database kan toevoegen, zodat je die kan gebruiken in je dagboek. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad en graag tot de volgende tutorial.